zelf mogelijk dat hij gebruik komt. Maar hoe ben je me nou zo wist van dat het Jood werden zich? Daar hast er geen weet van wat het oude onder vier vinken waard is, Marie. Sjoch, nadat ik de check van haar verzilveren had, had ik regelmatig met haar skill in de feestenis. En haar voorhouden dat de oordeel als een speer ging en de profijt fenomenaal weer. Dit heb ik gewoon de paar dagen voor volhouden. Toen heb ik haar voor het les skillen en haar de badskip dien dat de oordeel als een baksteen kelder binnen en zal van slijm waardelees binnen. Oh. Dat is nou wel heel blied mijn weg. Ja. Ik kreeg net de indruk dat zij rondsturen zo. Maar dat neemt net bij, hè? Dat wat je hem dien, hè? Niet als is als klerenbedrag. Ja, maar wat voor streek had zij uit hele tekstel om mij mijn borgerij maar te ontfutselen? En nog ben ik er net wees van dat ik die beharen kan. Ja, dat wat er de komende dagen nog uitwezen. Ja, Marie. Dubois is juist ontslaan in de feestenis. En ik jou daar op een briefje dat je het elk moment voor de deur kan staan om naar mij te informeren. Ja, en hopelijk ik naar mij wat oors. Want nou moet het tweede deel van mijn plannen gewoon naar water komen. Verheet Marie, wij moeten nog wat troon nemen. Tje, wij hier jouw flessen hebben, hè? Daar is nou één van leeg. Dit binnen de draaigoed. Ja? Dan pak ik één van bij. En die zet ik op het vierde zijde zo'n achtste plak. Hartstikke goed, hè? Ja, Marie. De rops op lichte Dubois. Is dat alleen nog de algemeen die staat? Zij is ook heel wantrouwend. Correct. En als alles erin staat als wij hoopje, dan zijn ze ook nog een proef nemen worden. En dan, als haar saneemde vriend, maakt het dan Sarah Jerry, dat zij de goeie kiest. Sis van Doren, als je nog net voor de dagen die je noorden verhoort, dan neem ik op steende voet ontslag. Doe altijd maar je loze beloften. Ja, en als ik er wist van wijze, zo dat studio niet met haar zoest, nou, dan zou ik er persoonlijk van zorgen dat je hul dan niet verhoort. Ja, dat zou die wel heel goed uitkomen, hè? Maar je op een goedkope manier loze. Sis wat als op de lever haast, orde zever sek. Orde! Just nou wat voor lekkere big als fokt haast. Just dat nou? Dit zo'n ozelen, popere vetsek, die had het kleerspielen. Om alle smarge albos die ze maar vinden ken, in die spliksprinten naar je kost die kind voor ik weet wel net hoeveel geld ons kaft ha, in te proppen. Oors nog wat, meneer Kruithof. Nou, mij denkt. Dat zusje vandaag, ik zo'n prachtig exemplaar. Wees toen er mij op de hoogte dat eigen rijstrik fretten sint wurg de kei efterste voorbel. Oh no, efterste voor. Ja, de stut hing het in de draag en de kop niet. Nee, nou hebben wij de hechten. Oh. Kruid hoor, als er nog een keer onder mijl bestuurd de stal was te komen, kan je namelijk de kop te slingeren. Oh. Molly, melk stoot de kei sint wurg efterste voor. Volgens hij erin komt, ja. Want dan smieten de beesten toch voor een douwtje een kontje in de kring. Oh. En wat jou voor een kotstoosje Kruithof, is een afwaskmachine. Ja. Sa. Dat ik dat dan net... Ik maak het moment voor zwak te gaan. Ja. Dus, doe jou staan. Dat is toch ook wel moment voor zwak te haast. Ja, wist al. Die had ik voor mij maar al. Echt, wie? Ja, ik begon daar jaren te vinden, nog maar snijden. Oh, de onbeschaamde karren, die gaat klimmen. Ik ga naar de telefoontje, die ligt heel. Ik snap net dat mensen zo angstvallig feest worden door die belofte. Sinds ik eerst de diep vandoor met die boskabouters van die de plassen sloot, had die op Hofskien wij meer beste van de wijkroepje te bjatsen? Die twee lillerlitten is onverantwoord. Maar dit is je schuldje, juffer van de werf. Men zit hier echter het misbak zwommen. Geen waai. Ja, toen men en Mario vertelden over de televisieserie Sterren op het Boerenhien, hadden ze jou te goede trouwe leugen op hong. Want dat je haar en ik wat toch die kruiden van de mouwen speelde. Dus, het is de schuld van die onerfelijke sukkel dat ik je voor jou besneden heb? Mooi dat ik het weet. Mijn vraag zal hier zwierd wezen. Maar kom, nou stel ik toch eens even aan de slag, want het zucht er hier net uit. Auw! 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 Auw!
er nog weer dat ik me trots een hele bal aanrossen liet. Let me nou net leidje. Ah, doch het zeer. Nee, het doch van vol zeer. Ah. En hoe komt dat dan? Ik ga me vertellen. Ik heb me verteld door een moker. Au. Waar hier is nou dan een moker voor nodig? Om je te verdedigen natuurlijk. Wil mij gewoon de lucht spreken dat Griet in de buurt is? Ik ken je wel even rotje. Ik ga nog net zo lang leren tussen EHBU dien. Leve stumper. In die heerlijn op 12 ik al hè. Maar ik bedank je. Ik leef het gewoon neer. Wat nou? Bram de Rembert, dat met jou van de hiel in de hand van Griep van de Wervel. Hou door die hiel in de hand. Hou die zeven hand maar mooi thuis. Misschien kan het wonder uw tiel die mij die blauwe jurk om een handje helpen, maar aan mijn liefje Polonaise. Doe nou, Bram. Zo is het net een keer bij ziekje wel, hè? Als je juffer van de Werf dan toch die cursus. Hoe heet het denk maar weg? E-H-B-U. Yes, voor Bram. Eerste hulp bij ongelovigen. Onnozele hele pitch jossen met wat ze van doel is. Ha, sadistisch gewoon treffen. Op mijn uitweer hier. Blow me mooi als best. Kromme pila, bitter. Ach, Kruithof, je bent toch heel iets ben. Doe maar jij, juffer van de Werf, op mijn verantwoording. Allee! Kromstek, kom maar bij Griette Piet. Ik zal die wel even rochtje. Een beetje brikjes meisje gelijk, maar altijd brikjes konden. Als u mij zeer dost, dan begin ik te razen. Stel je net aan, Mietje. Best dan nou een kerel. Zeg, en draai je nou maar even braaf om. Oh nee, dat ik nog van efteren? Stel die net hoor, man, ik ben toch zo'n vrouw net. Oh ja. Is de kleer? Oh, stop! Moment! Ingrid, als ik dit net omliep je, dan mij doe mij wekker gaan. En Paulien, doe mij samenlijk bierveeltjes. Wel, toch die werk. Haar het kwad. Zou Johan van Aldebarneveld toen er op z'n kavot stieren. Al jij op slimste gooien? Wat? Auw! 1, 2, 3, 4. Zo, dat ben je dan. Ben ik al in de hemel? Verhip. De pien is oer. Griet is een godsel. Griet, hoeveel bent u verschuldigd? Tingsto, dat ik het voor het kiel dien, hè? Sloeg het? Maar toen ook Griet, eerlijk is eerlijk, ik weet dat ze goed broeken kent. Ik zou het goed broeken kennen? Ik, Griet van de Werf? Dit vet ik op als een belediging. Ha. Ik zie wel eens zien letten wat ik echt broeken ken. Sloeg het. Ik kan niet goed broeken. Die dromedaris is echt misleden, hè? Oh, Dumba, komt er om! Ingrid, die wijk! Druk in, doe! Wie? Zes van Doorn, had die vrijmoedjes zich al wel eens zien lukken? Vrijmoed? Oh, die van die oordeel bedoelst. Nee, neer werd een glimp van Sjoen. Maar ik weet wel dat ze meneer de baron flink voor de kroon rieten had. De baron? Nou, maar ik. Die sloerie. Maar nou wat oors. Hast al die jaren ik nog? Ja. De hele partij? Ja, 25.000 liter. 25.000? Ik neem alles voet van die oor. Wat met dat kastje? Nou, wat denkst u van 50-50? Belachelijk. Toen was het alleen maar de meidje. En ik ben het zijn kwijtraadje. Ik kreeg volle grotere skeer op als die. Dat tocht van 84 voor mij en 15 voor die. Ja, hoor eens even. We had hier wel over een miljoen. Uiteindelijk wel over een miljoen, hè? Een miljoen? Ik ga nog een voorstel.
Doe, en als je daar net mee akkoord gaat, Kerstin, nou dan gaat het om mij maar heel wel hoor. 70% van jij en 30% van mij. Ach goed. Maar dan wil ik ook weten waarom de eerste keer blijkbaar net terug in is. Ja, ik kon net in vinden dat ik mijn 25.000 flessen op een pot leveren wil. Dan wil ik de 80-20 van haar vandoor. Hetzelfde geld voor de etiketten. 90-10. Het transport hier kijk net. Ik wist net dat Stoos Sanglaas hun onderhandelaar was. Nou ja, ik had hem wel nog een voorstel. Ja, daar had 26 schuldbekentenissen van mij in de boezem. Daar krijg je van mij de jaren en ik van die trok mij ondertekende briefjes. Ik wist net als zo'n een groot glas hun onderhandelaar wist. Ik ken maar Marco, ik, ja, ik ken hem eigenlijk hoort. Het scheelt die wel 100.000, is dat goed? Dat denk je toch zeker net dat ik zomaar 100.000 bij jou? Ja. Toen zei ze het zelf. Toen kwam ze mij akkoord. Akkoord? Dan zal ik mijn naam net als krabbel smieten. Oh. En ik ben inderdaad akkoord. Oké. Maar één ding nu wel. Gelijk oorstekken, want oor gaat mooi net terug. Nee. Ik dacht wel was door je werk, zoals dat ik geen auto op het steen zei. Meneer de Brol. En waarom had mijn nechtje zo lang niet van haar jaren litten? Niet van haar jaren litten? Meneer de Brol, je moet het weten. Oh, hoe ken ik dat verzint deze dagen weer goed, maatje? Nou, dat hing het er vanaf wat je volgt, hè? Nou ja, het spul moet eerst geplakt worden. Het moet nog in flessen. Etiketten moeten erop. Nou, zullen we ze maar een wieken? Een hele wieken? Wat zou ik die een hele wieken net zien? Nee, Mertje, dat is vissen te lang. Wist wat ik dacht? Ik geef mij die meid. Ik heb piek nog kraaien, zeeën van tiet. Nee, Ewout. Meneer de Bron, dat. Ik ben ik gasten, hè? Ja, zeg u maar, ik ga je net een hulp daar aan tiet om op je kool te zitten. Ja, laten we het aan de zaak komen. Oké. Okay. Nou, wat wil je? Het lijkt het bijverstaan om toch nog even een steekproef te nemen. Oh, nou, dat is wel moeilijk, want als je alle flessen die ik vinden koe, ja, die steren hier in de kast. En en als het dan weer in je leeg is, dan vul ik die weer bij op de varie. Ja, maar dan nemen we je toch een steekproef? Oh, nou, Geo, kom, ik ben innaam met jou in enorme vertrouwen in mij. Heren. Nee, ik mijn lotte getal is zo. Acht. Wat zei je daar, vandoor? Nee, ik zei ach, wat een gedoog. Wat zei je toen, krijg je dat? Ik zei mijn lotte getal is zo. Dan zullen wij eens even een sjen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, zo. Mijn ervaring leert mij om het neer voor de hand liggende te doen. Dus zullen wij dan de achtste maar pakken? Dan nemen wij de achtste. Ach, ik zeg het nogmaals. Wat een goddelijk drankje. Mara, vandoor.
Ja. Nou, wil ik toch nog wel even de installatie zien, wist dat klopt maar makkelijk. Ook geen probleem, net, Jer. Dat had toch een specialist meidje letten. Klein maar fijn, maar vooral effectief. Als het maar weer is. Maar dit weer liep wel het compliment van mij. Maar zo dat kring. Even meer erg om naar mijn apparaat. Een kop vol mij. Een kop vol mij en even werd ik neer van af. Ik werd er oer op moeten halen. Maar van nou deze keer. Ah, jakkers. Dit is wetter. Wetter. Dit is. Is het bro? Wat heb dit nou wetter betjut? Wetter, dit is kleren wetter. Hij zult het al vaker hoor. Liek het mij net heel zonta. Wetter, kleren wetter, dus jouw kop voel mij wetter, dus jost het toch zelfs. Is dat zo bijzonder als ergens een beerfles wetter stenen? Stom heen, een beerfles niet. Dan ben je er wel 50, wat zeg ik, misschien wel 75. Oh, misschien. En die hondenkiezeler. Die tijd in de vlaag van verstand, juist toen hij op de brand zet had, had je van die krijg 24.000 liter olie die nu wat? Oh, misschien is het dan wel net gewoon wetter mee. Maar trouwens, we bemoeist toch juist met mij, Kruithof? Dan ben je het in zaken, wel? Een oor in zaken? Nu mag dan niet zo'n gewunt in die stuk onder nul. Nu had het je bos in brand eraan. Zijn, nou stellen wij dus even. Ja, en dat is die. Die Kruithof, hè, die mierenneuken, die armen, de hoes, die kleren, die ruw, dat dit in je had. Tjo, dat bedoel ik dus, dit. Dit is nou wat ik elke keer als ik je binnen kan voor een oors krijg. Ruzie, onvrede, desharmonie en de volle meer van die oceaan. Griet, nu komt als de reddende engel. Nou, dan moet dat dacht ik wel heel slim wezen. Griet, laten wij nou eens voor één keer maar nog bij mijn huwelijk grote vreun. Broer, doe nou eens uit deze fles. Kruithof. Wat bist u dacht ik een lied bescheten oort mansje? Lieke nog, misschien haast toch wel verstappen talenten. Dat is bij dat soorten wel vaker het geval. En misschien bedaai ik wel. De brandastje is te stond voor. Maar ik moet zeggen, dat apparaat dat je braden. Nee. Kruithof het in die kostfles. Het in een flessen wetter. Jij met die flexen Kruithof. En dan bloes we daar met die smarige poort. Oren van nou, had ik begrepen? En Dogriet, ik ben van mening dat wij die op tweeërige harden en dragen hier lang de nacht tolereren, ha? Oh, denkst u dat? Ja. Maar waar moet je dan verder op zaken stellen? Want deze huishouding, hè, dat is een soortje. En het wordt nog heel iets slimmer. Met alle respect, Griet. Die onwijzige jaren wordt net langer op prijs gesteld. Nou, je kent het net zonder mij. Hoe maakt ik hier die vredesnamen zonder mij? Deze huishouding he, is nog slimmer dan het huishouden van jouw steen. Familie Vladder en de tokjes bij elkaar. Hoe vaak heb ik nou al net zin die zijn dat wij al huishoudster ha? Ja, wij zijn al verschoen. Ja, maar hier voor Smits, ja. Smits, op zo, Dimitri. Rensmits, ga die samen die paard. Du begreepst het blieker net, hè? Of du moest het net begrijpen. Maar Marie had een betere papier. Zie, had huil nog neer. Nou ja, twaalf lofter hand, maar daar is ik alles mee zijn. Smit, voet. Oh, Griet. Du bist toevallig wel op mijn hier, hè? En toevallig ben ik hier, ik de baas. Baas en net de knoffelhakken. Oh, nou, eruit verdorie, eruit al maar die dingen soms weer uitsmieten. Toe woest Griet eruit smieten. En waar ze stoten voor mij nemen? Ik les wel zij van die bestuur. Oh. Rauw bij een bakje slappe thee. Oh, als men haar dooit toevallig net had, wil ik haar heel graag een handje helpen, hè? Oh, van dwaanlijksbrug. Wat een eerst gecent die er is in het huishoorn van jouw steen. Nou, eruit verdorie, eruit. Ja, anders slaat hij eruit. Doe was Griet doorvallen. Jonge. Maar het zit me niet te binnen.
Waarom ik hier eigenlijk in elkaar ben. Toen pas dat ik die centjes van die wel goed broeken koe, hè? Nou. Leer nou dit maar eens even. En loert op graag. Spaarbankboekje ten name van A.H. Grete van der Werf. Mooi zijn. Maar geen brief. En leer dit nou eens even. Loert op. Ja, ik zie het, Grete, ik zie het. Ik zei, lezen, loet op. Wat staat er? Even zien. Tolve, wacht even. Tolve, wacht even. 1, 2, 3, 4, 5. Oh nee, Grie, dat ben niet de volle nul. Ik ga maar alleen een lekkere squallen gaan. Ah, zo. Nou. Kom dan maar eens even met Griet mij, dan zal ik die bij mijn tussenpijl nog even leren. Dat kom mij. Zie je, als voor die reportage van Brander Ram ik weer meidje kist. Ik neem mij. Zie dat hij zijn naam weer maakt. Had hij niet verdacht, zuster net weg. Verdacht hij mij net, dan heeft de man met het maasbrokje bij weer op. Doe je. Oh, meisje, dit is kleren onmacht. Gerust van mij overnemen. Want die onbehouden tante, die heeft hier niet eens krek nog best om een kroren te lenen. Nou, als er wat net goed zit hier, dan hier zou mij dat Holland verstommen brachtje, hè? Ja, ja, als het nou weer is. Maar net met een molle valpraten. Er is de Griek. Had haar hele lippen achter alles wat man is ontzettend. We kennen haar nog net met permitteren om al zijn krek te smeren. Dat klopt. En als zij Bram al waarom stuurt hier, dan kist de donder op sissen dat hij hem je loon te bezielen best had. Ja, maar Bram de Ramsel in de buurt van een spaarbankboekje, dat echter de tolwe zoveel nul had, dat er het bedrag dat hij uitspreken kan, best het in en oor van leven nemen. Dat klopt. En maar die Bram in hoes, dat is stomme code vergeten nog een nul bij. Nou, Ingrid. Ja, als jou de goed inkomen, binnen wij nou in een kwartskopse tijd, dat is mooi van treien van die slimste kweergeesten verlost. Treien? Net aan. Als eerste van die onmogelijke kruidhof, die nou een doos om handen had. En tegelijk ook van die buldozen van de werf. En als het meisje nog een van die A.S. Guy Dubois. Ja. Had maar weer eens. Prijs de dag niet voor het avond is. Ah, net zo pessimistisch. Neem ik het ook weer voor hoor. Nou, ik zou haar in elk geval helpen. Ze volhak in. Just dan wel. Mag je nou nog wat hoopje? Ja. Voor mij zit in elk geval als een peel op een wetten dat we hier vooral nou een hele leven krijgen zullen. Ik ben er wel wist van. Het is meisje, het oren van de weerheid is onbrutsen. Dubois zie je nog zelf wijzen. Marie, wij weten nou dat het in je brand wantrouwen is. En dat zij, voordat zij het aanzet, eerst nog een proefje tegen haar wil. Hè? Nee. Ja, maar dat wordt een ramp. Nee, dat hoeft net. Ja, maar eens. Ik ben haar vanzelf een slag voor. En eerst keer van haar dat zij nog een proef neemt. Domarie, geef mij en dan neemt ze een glas mij. Dat jou stoor mij. Op het moment dat ik zogenaamd aardappje, maar stoor haar even aanleden, zodat ik een goeie spul in het glas kan drinken. Ja, ik maak me heel diep maar hou je met het slingaar. Als het goed is, dan is dit de laatste keer. En alsjeblieft, Marie, doe niet best.
Als Thomas haar dwaande is, dan is ze hulde van paard en is ze net meer op haar eerst. Nou, en als ik dan die schuld bekend en is ze in handen had, dan is de zaak in kalk en cement. Ja, 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 rest nog maar. Op de echte toneel ga ik wel voor hittere buren staan. Ja. Doe Ingrid. Doe Ingrid, doe listing. Je zegt je net zin voor zelfs, hè? Nee. Dat zitten we net hoor in men. Ik weet precies wat ik dwam had. Doe dit eens, is ha! Dit is oeh. Ingrid, die waar. Mevrouw Dubois. Ah, Dubois, best er eindelijk. Meisje, doe niet zo ondogen, ze vaan. Ze is toch hier al dit heerlijke God meenemen. Dat is mijn handel, Ewald. Daar moet ik uiteindelijk van Libië. Oh, dat begrijp ik net. Ik ga geen handel, maar leef je dat zeg. Doe hast toch heel genoeg van jezelf? En wie merkt je had dat net nee. Van haarzelf? Allicht net. Waarom hast u mij daar dan net om vregen? Net om vregen? Nou ja, ik denk dat voor zin tussen dagen weer goed, meidje. Nou, dat kan we proberen. Ben ik. Nou. Wat is die flessen? Etiket met erop. Nog maar een week. Oh? Dat hier tegen al zijn, een hele week is veel te lang, meisje. Zeg Dubois. Je had het al verteld. Maar ik ga de hulde daar net op tijd. Ja, nee, zes maar. Zes het maar. Ja, wat dat ik ga je net de hulde daar de tijd om weer op kont te zitten. Zullen we nog een keer een steekproef nemen? Nou, ja, dat komt goed, maar dat doen we daar. Ja. In de tank. Kunt u ja je meegeven, Sjef? Ja, ja, dat is goed. En nou direct graag. Oh, oké. Hoe wacht je met? Zie je mij niet mee? Hoe mag ik nog een glas gaan? Oh, Paulien. Ik krijg de kriebels nou wel, hè? En dan heb je zo'n tinter op de broek. Denk zo dat het slag is, Sil. Tinken is op dit stad heel dan het zoen. Doe maar ze maar vanuit gaan dat het braakmiddel er mooi boeter en suiker in reden, Sil. Ja, maar dat wil ik ook wel graag doen. Maar hoe is het net beslist te tinken om te weten dat het fout gaan had? En? Ja, wel als die tante maar haar tankauto heen gaat. Zij komt er op een gegeven dos achter dat men me bij de Noordnaam had. Oh, en wat Bart dan? Wist nou Ingrid, dat is nog vier wat het mooiste van die hele zaak. De Bois Ken, als ze één keer maar die rommel de grenzoer is, net waarom komen. Gewoon wij, omdat ze dan oppakt wordt. En waarom dat dan? Mem is de efterkaam bij die klitsen maar dat spul hingeert en had doe anoniem de betreffende instanties berucht dingen dat Joert roemde middie een tankwaai met een kenteken, zus en sa, bij haar noemde Greenskiet, om 24.000 liter van het milieu uiterst skeerlijk chemisch afval te lozen. Hè? Ja, maar Paulien, het is wel aan mij lezen, hè? Maar Mem zei zelf dat jij vandaag vanuit drie verschillende aansluitingen denk gewoon kraanwater hierin al in haar. Ja, klopt het hier nou. Maar met die drie aansluitingen zwien wij samen kleren. En om die kleren inhoud echt gevaarlijk liedje te litten. Ah, wij doen maar een grote hemelactie holpen. Hemelje? Midden in de nacht? Ja, waarom net? Zijn nacht wordt het lang genoeg. En nu binnen we van een heel mooi soort troep af. Oh ja? Ja. Om te beginnen hebben we eerst die liedse 2000 liter jarren die inkieperen. Dit moet je het wel toch zien magen. Oh, gadver, stelt je vies lakken. Ik ben blij dat we er van al binnen. En ik van die restanten bestrijdingsmiddels, waar je toch je nek aan oprutsen. Binnen wie van al? Alles in die liedse ding die er op de kast is, die. En zelfs die 12 vetten kalium, hydro, dinges en het restant ammoniak.
Voet hem mooi. Oh, maar Paulien, binnen je hem verstaan of je een dag kwijt rekken? Hoezo? Jouw kinderdag dat is, Samar. Zonder tafelsugger ongelimiteerd dat ze goed roken in de suite, hè? Ja. Waarom net? Er is niet die slim zooi, hè? Hij je nog niet van gamerske reacties. Ja, daar droog kan een warme gasontwikkeling ontstaan. Volgt er een spontane ontploffing. Straks steek er nog een teambomb u zegt voor op het heen. Oh, sis, je bent een goed wies, man. Ingrid, ontruil is ik een vak. En bovendat, de bois is no clear om voor te gaan. Ik ben er net gereisd op. Oh, jongen, net... jongen, zeg die... Oh, die Marie Dubois inpakt net te filmen. Ik ben, ja, die heeft echt zeer allures. Ik ben er maar tussen wij niet. Ze is van goed verder. Hé, maar dat is ze. Dat is ze. Maar meisje, waar haast je het hoor? Nou, die opleister die vrij moet. Hé? Oh, meid, ja, dat weer is. En dan met wij de ondogense vaan wel even een uitbrander, ja. Wat? Een uitbrander? Ja. Ik stroop ze. Ach, meisje, Emily net zo. Ja, als die vrijmoed hier in de buurt was, dan hing de branders op zeker een lange tip, jong. Ach, ik had het net nog zelfs hinnekeens, jongen. Ja, doe heeft er wel een glas vol van het spul op. Dat zult wel wezen. Ach, Emily net, meisje. Ik ben dan het skeel, hoor. Ach, wacht je maar even. Paulien? Ja? Waar is er op dit stuit in uw keuken? Domme vraag, mem. Dat weet mem zelf toch ik wel? Ja. Linda, uw keuken van? Nou, je doet juist de dekens van, hoor. Ach, wacht ze maar even. Hey, Linda, in de keuken, kom tevoorschijn. Moet je wat, zus? Jawel. De is er nog net. Wat leg je dan op de deur te hazen, teringlaaier? Waar is die vrouw moet dan heen gingen? Hé, hey, wie heb jou een missie gegeven? Hier, pak aan. Ik moet graag tazen met mijn keuken. En als je wel eens één keer het lef hebt. Ah, meisje. Ah! Kom maar, meisje, kom maar. Zo'n volk, dat past dan net bij jou. Daar ben je toch vreselijk gevoelig voor. Nou, daar gaat ook al ik in. Ja. Maar dat is toch zo'n onbehouden personeel haast. Het is net een lauwen. Ja, je haast een jongen de dijk net even uit, zie je. Een lampenkreet. Gaan we naar de doos van Doorn? Ik kom het hier niet aan. Nee, nee, mevrouw van Doorn. Dat is weer, ik had zelfs jongen. Oh. Er staat een hele lange, heeg opladen onhangwijn met een groot zwart dekzeil erdoorheen, vlak voor Mertje haar auto. Die oh. Heeft dat het dan net mijn opzet zin, Delset? Nou, als die verjetelijkheid tafel is, dan is mijn onhangkar ook tafel. Ach, praat met de riddels. Daar ben ik net voor in de stemming. Nou, hoe weet ik me weer, Dubois? Bij zo'n gelijk oorstekker is dat wel. Dode jij hem en ik de schuldbekentenissen. Nou, dat komt wel goed. Huh? Daar hoeft toch net door in te zitten. Huh? Ja, hier dat komt wel goed. Nou, dat spart mij weer een hoop werk. Ja, want dan hoef ik mijn onhangkar ook nog net aan de kant te zitten. Hoezo? Als je die dingeletter juist, dan hoef ik die onhangkar ook nog net aan de kant te zetten, toch? Ach, wat zal ik stom wezen. Ik ben aan zijn kerkdakse van jou. Maar alle goed is buurman schek. Nou, nou meisje, ik wil haast, meidje, eerst met zijn meisje. Want een hoog... Dit binnen de machantje, Dubois. Njoggen te kwad. En mijn onhangkar is nog even geduldig. Wat? Doe haast ze ik toch dat? Dit is toch echt wel een tappet van wantrouwen. Zo'n behandeling had ik dan niet verzinnen. Nou klopt het, Dubois. En ik zou het net slim vinden, dat toen nou ik voortdurend vertrekst. Just dan wel? Ondanks is dat werelds loon. Maar zoek dan al vreemdje vallen op die. Oh,
vrijpaard meidje? Wie maakt vrijpaard meidje? De onhaard. Ja, mevrouw. De onhaard. Dankjewel, pardon. Yes. Bedankt. Ja, vrijpaard. Ja. Pauline? Ja? Was toen de lucht even uit het zeil bij Rinnelette? En dat hup de boot gevallen aan de kant komen? Wat soort man? Ja, dat de lucht uit het zeil bij en het hup boot gevallen aan de kant. Ja, kom voor de koor. Mooi. Want, dan haast me willen ze weten, bedonderen, ik heet het geval zelf. Dit is gewoon een topper van wantrouwen, verdoen. Ik ga eens gevonden in die briefjes bij waarom. Oh, daaruit de waarschijn, daaruit valt dadelijk, daaruit! Mevrouw van Doorn, omwille van uw vreugdschip, bedem je ook. Mertje, je hebt weer wel, ja? Kom maar, Mertje. Mevrouw van Doorn is even net op haar best. Misschien wel wat door de toer. Ja, mogelijk dat die briefjes die ze toch aan jong was, had wat volle worden binnen. Maar wel slim van die om ze net alle keer dagelijk te jagen. Want hier, dat hier ze net toe limmen. Maar kom ik zelf niet uitzwaaien. Deze kant maar uit. He? En als toen dan bij die aan... Het is slangen, het is slangen, het is slangen! Oh, Ado in de boerderij bij Fruus. Alles is bij Fruus. Echt? Ja, wacht, ja, nee. Echt? Ja, maar wacht op lappen. Maar is niet in beeld, kom maar. Nee, dit is de tijd der dagen. Oh, je mag er maar een feestje bouwen. Ja, zo is dat nut. Nee. Oh, ik zal me eerst even stroepen. Ja, maar waar is Marie dan eens? Even naar huis. Oké. Oh, man. Het heeft heel hoest, dit is Godje. Zit de haar baby? Nou, hoe is hier ik aan de gas? Het hier meer bij van ontploffing. Oh, het is gelukkig overhoor. Ja. Jongen, jongen. Wat een knal net. Oh. En hoe haar op dit plek? Oh, maar die grandioos, grandioos. Oh, en vooral trouw die fantastisch optreden. Nou, ik ga gewoon die def van ik dacht. Ik moet even de boeten, er streunt wat op hier, man. Oh? Hé, Mem. Ja? Die Marie, die is toch spoel geschikt, hè? Ja, dat hoogst me net te vertellen. Ik zal weer wel beziek, ja. Marie! Marie is even naar boeten, die moest hem het opruimen. Oh, sister is net. Ja. Oh, Mem, die vrouw die is echt poel geschikt, die maakt je weer rondkomen. Ja, dat is... Schuchterburg, gewoon. Ja, ik weet er alles van. Zeg. Rond wat pinken los. Oh. Ik denk dat de hikken net goed vast zitten. Oh, was dat nou weer een jager? Ja, vanzelf. Wie je er nou zag en hoe je het net bent. Oh, mooi, hè? Ja, geweldig. Ja. Hé, hey, maar mijn skiel krijgt een fout alleen nog maar in. Nou, zo kan die wel weer. Hè? Ja, mooi, hè? Ik naar de keuken, kom. Oh. Ik maak echt beziek, ja, ik ga je net behoren, Kim. Dat maakt echt. Zo. Ja, de string is leveren. Ja, Marie, kom even zitten, Ben. Ik maak even serieus oppraten. Nee, ja, dat hoeft net. Nee, ik weet wel wat vrede was. Hè? Ja. Was jij daar net? Dat wist wel. Dat ik hier destijds mijn pinnen in mijn hart voor me ben. En ik alweer dat van een grut pad om die kruidhof. Ja, maar ik. Ja, die Dubois die kwam hier door ik al over de vier. Ja, dat is weer. Maar nou dat er hier alle keer wat roemer om en dan geert, ben ik blij dat ik weer om kan kennen. Oh, echt weer? Ja. Oh, Ingrid, laat maar het u zeker eens mij. Oh, wat fijn, hè? Hé, sis. Ja. Is dit een geerspelling of is het een zelfde moord? Het is hetzelfde, maar het is echt. Ja. Ze komt weer om. Ja. Eerlijk weer. Ja, echt weer. Zullen we dan echt die tieren
hem van mij cadeau krijgen. Ik ga nog meer. Zo'n grote ongeluksvogel tussen de lekkers hoor. Zo! Dit is alvast een deel van de waardeloze lading. En de rest komt zo. Paulie, de kroon stiert weer op hem. En wat is je nou? Smits, doe je nog heel dik? Ja. Op zo de meter in. Griet, neem je dat heft weer in hand. En stel van zwaaien dat je wel verder in deze ballet in komt. Sjoch nou eens wat ze hier samen met Del Smit naar. En je meester niet te rommel aan de kant, toch? Foei, foei, foei. Wat? Doe de kantje. Rutte, zet! Nou kerst je ergens in op het boer hier! Hij had er ook zo weten. Het Bob was weten, hè? Heel fijn dat we hier bij wijzen mochten. In naam van mij en Noreen bedankt ik hem daarvoor. En we gaan leven bij elkaar bedacht dat dit, wat weet je, ja, 50 jaar. Dat we hier bijna elke keer komen. Had nu krijg even het wakker net best. Heel fijn, bedankt voor je reacties. Fijn dat je hem er weer. En wat u graag. Ik hier van die onderleving zijn, we hebben hier een orde in het inbestuur en die mij dan de dames dan wel eventjes. Maar natuurlijk ik voor de nijen die natuurlijk echt hun best dienen hebben. Chapeau, dankjewel. Ja.